Partijgenoten, er zijn momenten in de geschiedenis waar de keuzes van politieke leiders de toekomst van vele generaties beïnvloeden. En vandaag is zo'n moment. We zijn verzeild geraakt in een ernstige crisis. Ik houd niet van doemscenario's, maar het is ronduit gevaarlijk om de ernst van de crisis die in Europa woedt, om die te onderschatten. En de werkelijkheid is dat Europa in brand staat en dat er veel te weinig geblust wordt. En blussen is noodzaak. De Partij van de Arbeid heeft altijd geloofd in internationale samenwerking. Alleen door samenwerking binnenlands en over de grenzen heen en met veel vallen en opstaan hebben honderden miljoenen mensen zich kunnen verheffen tot eerder ondenkbare welvaart en welzijn. En alleen door niet met de rug naar de buitenwereld te staan, kunnen wij de waarde waar wij voor staan borgen. Dat was al zo bij het ontstaan van de internationale arbeidersbeweging en dat geldt nu eens te meer. Meer dan ooit tevoren in de menselijke geschiedenis is de wereld een kluwe van onderlinge afhankelijkheid. De positie van Europese natiestaten, waaronder Nederland, is niet meer zo dominant op het wereldtoneel als vroeger. Ieder voor zich nemen de lidstaten van de Europese Unie een steeds bescheidener positie in. Maar met alle 500 miljoen Europeanen samen, als wij laten zien dat wij in staat zijn om onze kracht samen te brengen, dan vormen wij vandaag een enorme kracht en zijn wij tot grootse daden in staat. En vandaag is zo'n moment in de geschiedenis dat de Europese leiders moeten laten zien dat wij die kracht kunnen samenbrengen. Dat wij met vereende krachten de financiële markten kunnen trotseren. En dat vergt de bereidheid om de handen ineen te slaan en een ondoordringbaar blok van zelfvertrouwen te vormen. En aan dat alles ontbreekt het momenteel in Europa. En dat zien die financiële markten haarscherp. En het is beschamend het kabinet in deze crisis aan het werk te zien. Wij Nederlanders, wij zijn één van de oprichters van de Europese Unie. Een land dat vele leiders heeft geleverd aan Europa. Een land dat altijd een voortrekkersrol heeft gespeeld en leiderschap heeft getoond. En nu heeft ons land een kabinet dat als een bang konijn in de koplampen van de PVV zit te staren. Het gaat me niet om wat de regering aan voorstellen doet. Het voorstel om banken mee te laten betalen, dat komt van ons, dat heeft Ronald voorgesteld. Het voorstel om een eurocommissaris aan te stellen om toezicht op de begrotingen te houden, dat kan op onze instemming rekenen. Maar waarom al die rare kronkels om te ontkennen dat daarmee bevoegdheden worden overgedragen? Waarom roept de premier dat hij echt helemaal niks heeft met Griekenland? Waarom die mist over kosten en onderpanden? Waar is het lef, de durf, waar is het leiderschap van Rutte? En vrienden, leiderschap, dat is niet het verhaal vertellen waarvan je denkt dat mensen het willen horen. En dan proberen te verdoezelen wat ze niet willen horen. Leiderschap is vertellen wat jij denkt dat nodig is. Nodig voor de mensen in Nederland, nodig voor meer dan 500 miljoen mensen die in Europa wonen, om hun spaargeld, hun pensioen en hun werk veilig te stellen. Nodig omdat niet de financiële markten, maar de politiek de toekomst van Europa moet bepalen. Ondanks het chagrijn dat er in ons land is over Griekenland, en chagrijn dat ik snap, sta ik voor het belang van Europa ten behoeve van onze toekomst. En ik weet zeker dat jullie dat met me eens zijn. Maar door het mismanagement van Rutte en zijn collega's dreigt onze economie in zwaar weer terecht te komen. Niet alleen ons spaargeld en onze pensioenen staan op het spel, ook de werkgelegenheid en de economische groei worden bedreigd. De eerste begroting van het kabinet van Rutte is, in die context bezien, volstrekt achterhaald. De miljoenennota is het product van een kortzichtige boekhouder. En ik heb niks tegen boekhouders, maar ik heb wel tegen politici die niets anders zijn dan boekhouder. Europa staat in brand. De wereld is veranderd en het kabinet heeft zich opgesloten in een rekensom van 18 miljard. Koersvast heet dat. Koersvast, terwijl de wereld om ons heen totaal is veranderd. En ik noem dat totaal de weg kwijt.
vrienden, het meest rechtse kabinet ooit maakt zijn belofte waar. Het snoeit keihard en raakt daarmee de meest kwetsbare groepen in de samenleving het hardst. En het CDA slaat zichzelf op de borst omdat het aan die groepen een tientje teruggeeft. Zonder erbij te vertellen dat het eerst 100 euro heeft afgepakt. Want kijk wat er werkelijk gebeurt. Dit kabinet geeft geld zodat de villa-belasting niet omhoog hoeft. Maar geen geld om de chronisch zieken en gehandicapten de hand te reiken. Dit kabinet verlaagt bij aantreden de belasting voor bedrijven en laat gewone gezinnen met kinderen die amper rondkomen de rekening betalen. Dit kabinet verlaagt de bijstand de komende jaren met 2000 euro en vraagt van mensen met een salaris van 50.000 euro nu een extra belasting. En weet u hoeveel die extra belasting is? Zeggen en schrijven 15 euro. Je hoort het goed, 15 euro extra. Het meest nivellerende kabinet ooit? Nee, dit is het meest onverschillige kabinet ooit. Het stapelt maatregel op de schouders van de meest kwetsbare mensen en verhult de effecten in standaard koopkrachtplaatjes. Laat het kabinet eerlijk zijn over de echte consequenties voor mensen. Wij willen niet dat in ons land deze mensen door de bodem zakken. Al jaren maken mensen zich zorgen over onze samenleving. Zorgen die om een antwoord schreeuwen. En het antwoord van dit kabinet? Kleinere overheid. En terwijl het kabinet zich in de treffenzaal zit blind te staren op die 18 miljard, verwaarloost het die samenleving. Geen enkel benul van wat hun maatregelen die in het sommetje passen betekenen voor mensen. Geen enkel benul wat die 261 mensen per dag die werkloos raken, wat die echt meemaken. Geen enkel benul wat er kapot wordt gemaakt. Als die 18 miljard maar gehaald wordt, dat is het belangrijkste doel van dit kabinet. En intussen wordt er niks gedaan aan die echte problemen. Mensen met een middeninkomen die verdienen te veel om te huren en te weinig om te kopen. En de enige oplossing die het kabinet biedt is de huren verder verhogen en de huurtoeslag te verlagen. Meer en meer mensen raken in de werkelijkheid in de knel. Maar in de Haagse werkelijkheid van de coalitie mag niet worden gesproken over het H-woord. Wel wordt er vrolijk gespeculeerd over de noodzaak om nog meer te bezuinigen. Zitten ze zich in diezelfde treffenzaal straks, dankzij het mismanagement van Rutte en zijn Europese collega's in de eurocrisis, blind te staren op niet 18, maar 23 miljard. Ik weet één ding zeker. Koersvast betekent dat we dan nog verder van de juiste koers afraken. En de juiste koers is de economie versterken door werkelijk maatregelen te nemen die ons helpen om stevig de komende decennia in te gaan. Hervorming van de woningmarkt, aanpassing van de arbeidsmarkt, investeren in het onderwijs en ja, onze ouderdomsvoorzieningen veiligstellen. En daarom, en we hebben het er net al over gehad, heeft mijn fractie ingestemd met het AOW en pensioenakkoord. Maar alleen op onze voorwaarden. Wij waren en zijn ervan overtuigd dat langer werken moet. En wij waren en zijn ervan overtuigd dat wij de tijd moeten nemen om mensen daarop voor te bereiden. Wij waren en zijn ervan overtuigd dat er mensen zijn voor wie dat langer doorwerken te bezwaarlijk is. En daarom eisten wij grote verbeteringen in het akkoord. Mensen met een laag inkomen die rond hun 61ste werkloos worden, die krijgen nu een overbruggingsperiode tot hun pensioen. Mensen met een laag inkomen die op hun 65ste willen stoppen, die kunnen dat doen zonder dat een te hoge prijs vraagt. En ja, er komt een goede balans tussen de belangen van jong en oud en wij zullen daar ook voor staan. De vermogens van de pensioenfondsen, die moeten zorgvuldig beheerd worden. En het is nu dankzij de Partij van de Arbeid een akkoord dat rekening houdt met verschillende belangen en zo bijdraagt aan het verstevigen van onze economie. Maar dit is tegelijkertijd de enige grote hervorming van de komende jaren, als het aan dit kabinet ligt. Want tot meer is het niet in staat. En daarom gaat het maar door met bezuinigen en dreigt het onze economie kapot te bezuinigen. Er is amper een econoom te vinden die dat goed beleid vindt. En historici, luister even, heren historici in het kabinet, historici weten hoe dergelijk beleid in de vorige eeuw drastisch is uitgepakt. Het roer moet dus om. En in plaats van de samenleving te verwaarlozen, moeten we die samenleving juist versterken.
Goede scholen voor onze kinderen, waar ieder kind de kans krijgt om zijn talent te ontwikkelen, ook als het speciale zorg nodig heeft. Het recht op een goede woning, ook als je een laag of een middeninkomen hebt. Gezonde lucht en toegankelijke en goed onderhouden natuur. Ruimte voor onze creativiteit, zodat we met innovatief onderzoek de basis leggen waarmee we over 30 jaar ons brood kunnen verdienen. Een infrastructuur van publieke voorzieningen waar mensen elkaar ontmoeten en zich kunnen inzetten voor de buurt, zoals buurthuizen, bibliotheken en muziekscholen. Dat soort instellingen die nu overal in het land worden afgebroken als het aan de VVD ligt. De vrijheid om te zijn wie we zijn, te geloven wat we willen geloven en te dragen wat we willen dragen. De zekerheid dat als we ziek worden, oud zijn of hulp nodig hebben, we er niet alleen voor staan. En misschien wel vooral onze oer-Hollandse kracht om vooruit te komen door samen te werken. Een land dat samenwerkt en eerlijk deelt, gaat vooruit, biedt hoop en houvast en krijgt veel winnaars en weinig verliezers in plaats van een paar winnaars en veel verliezers. Wat we nodig hebben is veel meer dan eigen verantwoordelijkheid. Eigen verantwoordelijkheid, de mantra van dit kabinet. Want eigen verantwoordelijkheid bij dit kabinet betekent eigenlijk, zoek het zelf maar uit. En als het je niet lukt, dan heb je pech. Nee, wat we nodig hebben is een samenleving waarin we ons niet alleen verantwoordelijk voelen voor onszelf, maar ook voor elkaar, voor onze buurt, voor ons land. En als iedereen zich alleen verantwoordelijk voelt voor zichzelf, dan wordt de samenleving verwaarloosd. En daar wordt niemand uiteindelijk beter van. En dan heb ik het nog niet eens over al die extremen. Al die graaiers, groot en klein, van excessieve bonussen tot bijstandsfraude, die zich wel verantwoordelijk voelen voor zichzelf, maar niet schatplichtig aan de samenleving. Dat gedrag moeten we niet accepteren. Dat zijn de excessen die we moeten aanpakken. Maar de meeste mensen die willen wel verantwoordelijkheid nemen voor elkaar. De meeste mensen die snakken naar een samenleving waarin we er niet alleen zijn voor onszelf, maar ook voor elkaar. En daar heeft ook de overheid een rol. Laat ik een voorbeeld geven. Wij weten allemaal hoe belangrijk werk is. We zijn tenslotte niet voor niets de Partij van de Arbeid. Werk is belangrijk voor iedereen. En daarom moeten zoveel mogelijk mensen ook de kans krijgen om te werken. Ook mensen met een arbeidshandicap. Zelfs al zou het goedkoper zijn, volgens die boekhouder, om hen met een uitkering op de bank te laten zitten, dan nog is de maatschappelijke waarde van hun werk groter dan we ooit kunnen vatten in die boekhoudkundige kostenposten. Aan het werk komen begint met die eigen verantwoordelijkheid. En dat geldt natuurlijk ook voor iemand met een handicap. En dat zit meestal wel goed, want ze willen dolgraag werken. En ze doen hun best om werk te vinden en te houden. Maar vaak is die eigen verantwoordelijkheid net niet genoeg. Als je reuma hebt, dan kan je niet werken bij een technisch bedrijf vol met kabels over de vloer. En als je blind bent, dan kan je niet werken op een normale computer. En als je zware psychische problemen hebt, dan kan dat ook zijn tol eisen. Hier moeten bedrijven en overheidsinstellingen hun verantwoordelijkheid nemen en deze mensen een eerlijke kans geven. En de overheid die moet een handje helpen door bedrijven daartoe al in staat te stellen met begeleiding en aanpassingen van de werkplek. Dat is de samenwerking die we nodig hebben. Dat is de samenleving die het waard is om die naam te hebben. En dat is de samenleving die dit kabinet verwaarloost. Vrienden, dit kabinet is slecht voor Nederland. Nog geen jaar geleden sprak Mark Rutte grote woorden over Nederland sterker maken. Maar in werkelijkheid maakt het Nederland zwakker. En er is één persoon die dat heel goed doorheeft. En die persoon, dat is Geert Wilders. De man die het huwelijk tussen CDA, VVD en zijn PVV gisteren nog een verstandshuwelijk noemde en 2012 het jaar van de waarheid. Jullie weten het, ik ben het zelden met Geert Wilders eens. Ik verfoei zijn afschuw van mensen enkel en alleen omwille van hun religie. Ik word mistroostig van zijn grote woorden over een veiliger Nederland terwijl er geen agent bij komt. En ik ben verbijsterd over zijn Europese alleingang die de Nederlandse economie zwakker zal maken, de werkloosheid zal doen toenemen en onze concurrentiekracht en welvaart een vernietigende slag zal toebrengen. Maar Geert Wilders heeft één ding goed gezien. En dat is dat nog een jaar doorgaan op de weg die dit kabinet is ingeslagen, Henk en Ingrid weinig goed zal brengen. En het is uit angst voor zijn achterban dat de altijd calculerende Wilders nu terugtrekkende bewegingen maakt. Hij weet donders goed dat Nederland deze koers niet langer meer pikt.
dat Henk zijn hoofd zal afwenden en dat Ingrid dit kabinet haar rug zal toekeren. Wilders tekende voor extra agenten die er niet kwamen. En hij kreeg er een uitgebeend Nederland voor terug. En Nederland wordt nu wakker. Het wordt niet veiliger, maar zwakker. Door het wankelmoedige optreden van Rutte en zijn Europese collega's wordt de crisis niet afgeremd, maar krijgen we het volle pond. De werkloosheid stijgt en onze economie stokt. En de rekening van dit falende beleid komt op het bordje van gewone gezinnen. Zorgbehoevende ouderen en gehandicapten die worden uit hun huis naar het verpleeghuis gejaagd omdat het geld op is. Geld dat wel beschikbaar is voor villa-subsidie voor de duurste huizenbezitters. Geld dat dit kabinet niet durft te vragen van banken en financiële instellingen die ons in deze ellende hebben gestort. En Geert Wilders die kruipt nu langzaam terug. En vandaag zeg ik tegen Geert Wilders, doe het dan. Trek die stekker er dan uit. Doe het dan. Zodat we echt kunnen werken aan een samenleving waarin we met elkaar de problemen kunnen aanpakken. Waarin we met eerlijke oplossingen komen. Waarin iedereen meedoet. Trek die stekker eruit. Vandaag nog. APPLAUS.